Hi, ik ben David en dit is de Carbon Steel koekenpan van Schotsberg. Ik ga hier even een eitje in bakken. Ik doe het in olijfolie, een klein beetje. Alleen zodat hij niet plakt. Eitje bak je gewoon altijd op laag vuur. Als je daarna een knisperig randje wil, kan je hem altijd nog op hoog vuur zetten. Ik laat de olie wel heel ietsje warm worden. Ik verdeel het even mooi door de pan. Die olijfolie geeft een beetje smaak. Vind je boter lekker, pak je boter. Een neutrale olie is natuurlijk ook altijd goed. Wat belangrijk is bij het bakken van de eitjes, is dat je zorgt dat je een klein pitje hebt. Zodat je niet een te grote pit hebt voor het pannetje. En laat hem rustig even stoppen. Het allermooiste van de carbon steel pannen van Schotsberg is natuurlijk... Je kan er gewoon met metaal doorheen. Waar je bij een normale antiaanbaklaag alles kapot maakt, kan je hier gewoon door de pan. En je kan dus ook eventjes gewoon rustig je eitje losmaken. En je ziet het perfecte eitje in de carbon steel pannen van Schotsberg.